مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kal Ajorkal. Dit is de aflevering voor woensdag 29 juli 2020. Kal Ajorkal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-source, u slaat in RBN Suriname. Dan kunt u overal ter wereld waar u over internet beschikt deze uitzending volgen. Kala Jorkal is ook te zien live via Alpha Televisie Facebook-kanaal. U logt in op uw Facebook-pagina Alpha Channel Suriname. Online is deze uitzending ook te beluisteren via dbsuriname.com en landelijk in ons eigen land Suriname te zien via Alpha Televisie kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pierkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen, Rashid Pierkans Kala Jorkal, en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me alle mensen condoleren die een dierbaar hebben verloren. Ik wens u allemaal veel sterkte toe in deze voor u zeer moeilijke en droevige dagen. En vooral in COVID-19 tijd waarin we leven, zijn het zeer bijzondere omstandigheden wanneer je iemand hebt verloren waarvan iemand is te komen verleden. Omdat wij onze gebruikelijke, culturele en standaard religieuze manieren van rouw uitvaarten en rouwzittingen niet kunnen doen zoals we dat gewend zijn. Omdat er speciale regels zijn waarbij nu onder andere in verband met COVID-19 er maximaal 5 mensen bij elkaar mogen zijn, dan gebeurt het allemaal via aangepaste regels. We hebben altijd gebruik gehad, maar ook de gebruiken houden een keer op door gewijzigde omstandigheden vanwege die besmetting die er heerst. Dat wij gewend waren altijd wanneer iemand kwam te overlijden, ongeacht wie, wat of waar, dat wij steeds de morele ondersteuning geven of gaven aan de familie door de rouwzittingen bij te wonen en door aanwezig te zijn. En daardoor kregen de mensen ook veel meer kracht om door te gaan en hun moeilijke tijd te kunnen overbruggen. Jammer genoeg kan dat niet meer zoals gebruikelijk. Vandaar dat de families, de mensen die iemand hebben verloren, wens ik daarom veel bijzonder veel sterkte en kracht toe. De mensen die ziek zijn, wens ik van harte beterschap en voornamelijk de mensen die in een ziekeninrichting zijn opgenomen. En ik wens u allemaal een heel spoedig herstel toe. De felicitaties gaan uiteraard ook in de richting van alle mensen die er vandaag jarig zijn. Ook mensen die mogelijk iets bijzonders hebben te vieren. Alles is anders. De wereld is niet meer hetzelfde als voor januari van dit jaar. Zelfs de huisfeestjes moeten aangepast gevierd worden. De COVID-maatregelen in ons land Suriname zijn aangescherpt. Samenscholing mag niet meer dan 5 mensen. We moeten afstand houden van 1,5. En dat geldt zelf voor feestjes die men gewend was te houden. Zelf huisfeestjes moet men zich daaraan gaan houden. Dus als u jarig bent, wens ik u een aangepaste jaardag toe. En ja, ik weet niet hoe gezellig u het kunt maken als u uw gebruikelijke vrienden of kennis of familieleden niet kunt uitnodigen. Dat zal uiteraard een zeer raar moment voor u zijn om te zeggen van ja, ik wilde graag mijn feest vieren. Ik wilde graag mijn familie in grote getale uitnodigen en ook mijn vrienden. Maar dat kan jammer genoeg niet. Maar vandaag wil ik in het bijzonder feliciteren tante Sunder Ramkaloep. Die is er vandaag jarig. En ze is ook mijn buurvrouw jarenlang tot nu toe. En we hebben toch een goede lunch vandaag gehad bij haar in verband met haar jaardag. En natuurlijk was dat allemaal ook COVID-19 aangepast. En je mag me geloven of je wil of niet. Ze heeft ook strikt gehouden aan de regels met de beperking van het aantal mensen die er waren. Ik dacht dat ik letterlijk 5 mensen telde. Met haar misschien een beetje 6, maar goed, ze woont daar. En ik wens haar ook nog heel veel goede gezondheid toe. Vandaag moet ik ook feliciteren mijn vriend die woonachtig is in Nederland. Loknat Ramkisor, beter bekend als Lokkie Ramkisor. Hij is er vandaag jarig. Vanwege het tijdsverschil is de jaardag ook waarschijnlijk al voorbij. Maar ik hoop dat hij ook een aardige dag heeft gehad. Ik begrijp dat hij buiten Nederland zelf is, ergens op vakantie.
Waar ben ik even vergeten, maar whatever hij mogen zijn, ik hoop dat hij een heel aangename dag heeft gehad. De volgende mensen mogen hun jaardag gaan voorbereiden voor donderdag 30 juli. Rajesh Jadanand Singh mag zijn jaardag voor gaan bereiden en voor vrijdag 31 juli op de dag van Eid ul-Fitr, dat is de offerfeestdag, een nationale vrije dag in ons land, mogen gaan voorbereiden Willy Alberga, Nasrin Ilahibaks en Julio Bikhari, die mogen dat voorbereiden. Mocht je toch ook jarig zijn, wens ik u een heel goede voorbereiding naar uw jaardag toe. Dit is Rashid Pierkans Kalan Jorkel. Laat me u de landelijke koersen doorgeven. Voor zover u bent geïnteresseerd, kan ik u vertellen dat de koersen niet dalen zoals gewenst. Maar wat wel blijkt, dat de koersen nog enorm hoog zijn, houd dat vast, heel hoog zijn. Maar het blijkt wel stabiel te zijn. Het blijkt dat hij niet meer zo schommelt als voorheen. Dat je op een gegeven moment had dat hij 17 werd, 18 werd, 19 werd. Het is nog vrij hoog, maar het is stabiel hoog. Voor Giraal vraagt men voor de aankoop 14 SRD voor een Amerikaanse dollar, ongelooflijk hoog. En voor de verkoop 14 SRD en 50 cent. Voor contant is dat 14 SRD en 50 cent en de verkoop is 14 SRD en 75 cent. De euro noteert 14,60 om 14,85. Dus dan bent u ook bij deze geïnformeerd. Of je ze kunt vinden, dat is punt 2. Dus het enige wat ik voor u doe, is u een melding geven. Maar dan moet u mij niet vragen, ja, maar kan ik het vinden? Nou, dan weet ik even niet of je dat wel kan vinden. Dit zijn, by the way, de informele koersen. Dit zijn niet de officiële koersen. Maar als je kijkt naar de centrale bankkoers die genoteerd wordt, dan moet je van geluk spreken als je dat kan vinden bij een bank. En zover een bank jou faciliteert, bedrijven, dan geven ze niet het gewenste bedrag dat je vraagt. Ze geven bedrijven aan de hand van de hoeveelheden die zij beschikbaar hebben. Dit is Kalaa Jorkel. We gaan u uiteraard vandaag ook de gelegenheid geven om uw maatschappelijke mening met ons te delen. Ik wil u eraan herinneren dat als u mocht inbellen en participeren in deze uitzending, dat u uw radio of uw tv-volume zacht moet doen en graag door de telefoon heen praten. Want als u uw volume te luid aandoet, krijgen we een zeer lelijke echo-feedback-effect dat enorm storend is voor andere mensen die kijken en of luisteren. Dus graag daarmee rekening houden. We zijn vandaag gestart, en dat gaat iedere dag gebeuren voorlopig, met proefuitzendingen gericht op Nederland en dan wel 3 uren per dag. We zenden al langer dan een jaar uit via de conventionele televisie, zo je wil, de normale televisie in Nederland. Via Haaglanden TV zenden we iedere dag uit 9 uur Nederlandse tijd, een uur. Dat doen we al langer dan een jaar. Maar het blijkt dat die ene uur toch net te weinig is om te voldoen aan de wensen van de mensen en het aantal producties dat wij zelf hebben. Producties die wij maken hier bij RBN, bij producties die RBN zelf ook in Nederland maakt. We maken er 4 tot 5 producties ook in Nederland. En ook nog bijkomstige producties die wij verkrijgen van derden, die wij dan ook vertonen. En die ene uur blijkt nog net even te kort te zijn. Dus we zijn vandaag met proefuitzendingen begonnen, waarbij wij dan landelijk via social media 3 uren per dag, Nederlandse tijd, 5 uur 's middags, beginnen met die uitzending, met de uploads, dat de mensen 3 uren lang programma's van Suriname kunnen zien. We zenden al onze uitzendingen uit, we zenden de overlijdensberichten uit, we zenden de felicitaties uit, we zenden de officieten uit, we zenden de multiculti uit, we zenden de uitzending van Shabir Isaac Hamtum Orwo uit, we zenden de Oru Pokuman Fusralang uit van Henk van Vliet. En zo hebben we een heleboel uitzendingen die we hebben, die we dan in een rolerend model uitzenden. En vandaag zijn we met die proef begonnen en dat is 3 uren per dag. En bij deze uitzendingen, de manier hoe we het doen, blijven die uitzendingen 2 weken vastgeblokt op die Facebookpagina van RBN. Dus als u dat wil volgen, dan zult u moeten gaan naar de Facebookpagina van RBN. Dus niet die Facebookpagina waarbij u hoogwaarschijnlijk nu naar kijkt. Want als u Kalaa Jorkel nu live volgt op Facebook, dan volgt u dat hoogwaarschijnlijk nu via Alpha Televisie. Dus dit is niet de pagina waar die uitzendingen dagelijks plaatsvinden. Die vinden plaats op onze andere Facebookpage van Rapar Broadcasting Network. Dus u logt in op Rapar Broadcasting Network. En de mensen in Nederland kunnen dat vanaf 5 uur 's middags Nederlandse tijd zien. En iedere dag hebben we er nieuwe en andersoortige uitzendingen voor u. We zijn vandaag begonnen met de proef. En we kijken of de mensen het leuk vinden en aardig vinden. Als de mensen zeggen, ja, we vinden het leuk, dan gaan we dat ook voortzetten. Het is in het bijzonder gericht voor de mensen in Nederland, woonachtig in Nederland. En daardoor hebben we ook een landelijke spreiding van onze programma's.
Dit is Rashid Pierkanskul aan Jorkul. Laten we de telefoonlijnen direct voor u opengooien en ik verwelkom bij deze dan ook uw maatschappelijke mening in uw eigen uitzending gisteren, vandaag en morgen. U weet dat vrijdag is 31, ja dan moet je er geen Columbus meer voor zijn, want dan heb je geen, als je een kalender hebt, dan zie je automatisch dat het 31 is. Maar wat is zo belangrijk aan die dag van 31 aanstaande? Omdat het Eid al-Adha is. En Eid al-Adha is de tweede grote Eid-feest van de moslims over de gehele wereld. En Eid al-Adha is in Suriname, ons land, een nationale feestdag. Op die dag dan zijn mensen volgens de wet vrij. Dus die dag is gelijkgesteld aan een zondag. Maar doordat het een offerfeest is, zijn er nu andersoortige regels gemaakt voor de moslimbroeders die gewend zijn, gebruik hebben om bij de offerfeesten hun runderen te doen slachten in geselecteerde locaties van de moskeeën. Dit jaar gaat dat echter niet door. De overheid en in het bijzonder het ministerie van LVV heeft een parool afgevaardigd waarbij het niet mag vanwege COVID-19. De besturen van de moskeeën hebben zich daarbij neergelegd omdat we moeten weten dat we in een andersoortige tijd leven. Wel mag dat gebeuren bij de aangewezen slachthuizen, mag dat wel gebeuren onder andere specifiek aangegeven bij Suri Beef, openbare slachthuis Nikeri en ook nog slachthuis Jahangir, de Lelydorp. Dit zijn geen gebruikelijke dagen, momenten voor ons allemaal. En vandaar dat ook de moslims die Eid al-Adha vieren op 31, dat is de offerfeest, die gaan het ook anders moeten doen. De moskeeën zijn op die dag ook dicht. We kunnen de moskeeën niet bezoeken vanwege COVID. Ook de religie is ook dan ondergeschikt op dit moment aan de algehele gezondheidsbeveiliging van de gehele natie. En de moskeeën houden zich daar ook aan, omdat in de moskeeën komen mensen in zeer grote getalen. En dat brengt ook het gevaar met zich mee, dat ongeacht het feit dat mensen naar de moskee gaan voor zeer nobele doelen, om vergiffenis, etc. te vragen aan de Almachtige, moeten we ook rekening houden dat ook mensen besmettingsgevaar kunnen gaan oplopen in een moskee. Dus vandaar dat de moskeeën vooralsnog gesloten zijn. De regering heeft ook vorige week een parool afgekondigd waarbij de samenscholing niet meer dan 5 mensen meer mag. Dus we mogen voorlopig niet meer dan 5 mensen om die besmettingsvirus, het coronavirus, te kunnen containen. Dus Eid al-Adha gebeurt anders. Eid al-Adha is de tweede grote Eidfeest en het is ter nagedachtenis van de profeet Ibrahim, bij de christenen bekend als profeet Abraham, waarbij de profeet Ibrahim, ze wilde profeet Abraham, zijn zoon wilde offeren ten behoeve van de Almachtige. En toen hij dat wenste te doen, dan zei een engel tegen hem, nee, jij hoeft het niet te doen. We hebben gezien dat je van de Almachtige houdt. En in plaats werd de offering niet zijn zoon, maar in de plaats daarvan werd het een ram. In de Koran is dat de zoon Ismaël. En binnen de christen, binnen de Bijbel, zegt de Bijbel, gaat het om de zoon Isaac. Maar het is voor de moslims in elk geval de tweede grote Eidfeest. Dus ik wens u alvast een Eid Mubarak toe voor vrijdag 31 juli. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, heer presentator. Ja, met Shankar Bhagwat Prasad uit Nikeri. Oké, meneer Shankar, hoe gaat het met u? Lang niets van u gehoord. Hoe is het met u? Met mij gaat het naar omstandigheden heel goed. We doen ons best. Ja, vertelt u me. En we hopen dat God de rest doet. In de menselijke identificaties. Oké, dus God gaat de rest doen, maar wat gaat u zelf heer doen? Heer presentator. Ja, vertel ik mij. Ik volg uw programma nauwgezet. Ja. En vandaag heb ik de behoefte om uit te wijden over het transitieproces waarin de regering Santokki Bruinswijk verkeert. Gaat u gang. U moet doorpraten, want ik heb gemerkt. Nee, wordt er veel klachten gegeven over de traagheid waarmee de regering zaken aanpakt of niet wil aanpakken.
En ik heb het gevoel dat men niet begrijpt dat het hier gaat om een bijna abnormale transitie. Het is geen normale overgang van de ene op de andere regering, omdat wij na de overgang gezien hebben wat er allemaal is aangetroffen door de regering. Bijna is het team achterover gevallen. En ik zou zeggen dat ze nog in een shocktoestand verkeren. En op dit moment helemaal niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Maar ze doen hun best. Uiterste best om zo goed als mogelijk optimaal de samenleving te informeren. En daarbij wil ik kortheid betrachtend vragen om geduld te betrachten. Om deze regering tijd te geven. Het gaat er niet om dat de mensen gezegd hebben dat ze een jaar nodig hebben. Ze hebben zelf een pad uitgestippeld waarbij wij in hoofdlijnen en op hoofdlijnen kunnen nagaan wat ze allemaal willen gaan doen. Laten wij hen die clementie geven. Laten wij hen die spatie geven om op adem te komen. We kunnen niet eens de salarissen betalen. Maar de salarissen voor jullie zijn gegarandeerd. Maar de vakantiegelden zijn nog een groot probleem. Dus zo kunnen we doorgaan met dat rijtje in te vullen met zaken die heel negatief overkomen en zijn. Maar dat gaat geen zoden aan de dijk leggen. Het gaat erom dat wij rustig afwachten wat de regering allemaal aan het doen is en wat ze voor ons in petto hebben. Wij moeten niet overhaast kritiek leveren. En zeker niet kritiek die geformuleerd wordt in termen van opruiend zijn, mensen op hol jagen, negativiteiten ademen. Dus laten we daarmee ophouden. Heer presentator, ik denk dat een goed verstaander halfwoord nodig heeft. Dus ik zal het hierbij laten en ik hoop dat mijn bijdrage wel ertoe leidt dat mensen wat rustiger worden en hun woorden kiezen op een goudschaaltje leggen voordat zij die ventileren. Dank u wel. Oké, dank u wel. U staat, dames en heren, dan neemt u dat ter kennisgeving. Dit is Kala Jorkel. De regering zit formeel pakweg anderhalve week. En u moet dit zo vertalen. U moet uw onderbewustzijn gebruiken om te weten waarmee worden ze geconfronteerd. Dus je bent 10 jaar niet in een huis van jou geweest, huis van de natie. Je bent 10 jaar er niet in geweest, er waren andere mensen erin. En je hebt in die 10 jaar gehoopt dat de mensen goed voor dat huis zouden zorgen. Dat had je gehoopt. Dat was ook je enige wens. En dat had je ook verwacht van die mensen. Maar wanneer je na 10 jaar je huis betreedt, dan zie je dat in die 10 jaar alles ondersteboven is en niks van geen kanten meer klopt. Wat dan betekent dat je een fase nodig hebt om je woning, je omstandigheden, ik geef het een voorbeeld in een woningvorm, om het weer op orde te stellen. En daarvoor heb je een timeline voor nodig. Want je komt binnen en je zegt, oh, niks klopt van geen kanten. Ik moet hem ordenen, ik moet hem herordenen aan de hand van hoe ik het wil, zodat ik mijn lieven, en in dit geval de regering, haar werk kan voortzetten. En ik denk dat die transitieteam van die president, Santokhi, dat het ingewikkeld wordt wanneer je alle departementen zo apart laat zeggen van kijk wat je kan doen en kijk wat je kan vinden. Dat moet wel kunnen. Maar ze zouden met alle spoed een interdepartementale werkgroep moeten maken. Een werkgroep. En die krijgt specifieke opdracht om alles zoals aangegeven volgens een lijst wat ze binnen een bepaalde timeline moeten gaan doen. Daarvoor moet er een specifieke groep voor samengesteld worden, zodat niet iedereen her en der rent. Iedereen rent, maar niemand weet wat ze doen. Niemand weet wat ze doen. Dus ze doen iets, maar ze weten niet allemaal wat ze doen. En daar ligt alle informatie overal, ergens en nergens. Dus je moet een team hebben met gespecialiseerde actoren erin en hun een specifieke opdracht geven
en een timeline geven. Dit moet jij voor mij doen. En terwijl zij daarmee bezig zijn, dan kan de regering doorgaan met haar andere werkzaamheden. Want terwijl je dat doet, moet jij door blijven werken. Dus dat is alleen maar een voorstel, dat is alleen maar een idee. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Farid. Hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Gaan danken. Ja, meneer Farid. Over een paar weken terug had een beller gevraagd ten aanzien van de Carolina Brug. En u zou even natrekken en terugkomen op het onderwerp. Maar dat heb ik niet gemerkt. En die dag kreeg ik de gelegenheid niet om in uw programma te komen. Wat ik kan erover vertellen, meneer Birkhan, dat in 2010, in de maand november, voordat onafhankelijk vies zou gevierd worden, dus 2 weken voor, is de Carinabrug aangevaren door een panton van Dilip Sarju. Ja, en dan is zijn deel ingestort. Ja? En hij had en die onafhankelijkheidsdag zou de opening plaatsvinden. Ja? Maar door de instorten, door de aanvaring, is die opening niet meer doorgegaan. Okay. De meneer Dilip Sarju zou die kosten dekken en de regering moest toen een rapport maken. Die aannemer die bezig was die brug te maken. En hij zou 3 miljoen US betalen. Ja? En dat is niet meer gebeurd. Er werd een rechtszaak van gemaakt. En later heeft zich meneer Dilip Sarju teruggetrokken. En heeft zijn woorden niet nagehouden. Ja? En daarna kwam de wachtwisseling. En is een verkiezing gehouden in mei. En vanaf toen is alles stil blijven te liggen. Ja? Wat in die 10 jaren, nu zijn we 10 jaren verder. Ja? Wat er allemaal 10 jaren gebeurt, wat voor afspraak dat hebben we gemaakt, wat hebben ze gemaakt, weet ik niet. Maar daarna is een nieuwe brug gekomen die 25 miljoen US heeft gekost. Dus dat kan ik over die Carolina-brug zo'n beetje vertellen. En hoe die zaak met die gewezen regering is afgewikkeld, weet ik niet. Misschien okay. Heeft u een of andere informatie daaromtrent. Prima. Dat was mijn bijdrage en dan wens ik u een prettige avond. Okay. En voor vrijdag heeft het een fijne Eid Mubarak. Eid Mubarak. Oké, okay, ja. Dankjewel. Ik begrijp wat u bedoelt. Ik begrijp wat u bedoelt. Oké, okay, kijk, ik heb nog geen echt werk van gemaakt om in die archieven te gaan kijken van hoe het allemaal in elkaar zit. Maar wat ik wel weet, is dat die brug in aanbouw was. Die brug was klaar. En een ponton van de onderneming Rudisa, is er tegen aangevaren. Uiteindelijk is die brug in elkaar geklapt. Het is uiteindelijk een rechtszaak geworden, maar wat er verder van is gekomen van die rechtszaak, dat heb ik even nog niet gevraagd. Dus dat houdt u me ten goede. Je moet me ook wat ruimte geven, omdat je moet begrijpen dat ik zoveel andere dingen moet doen. Dan moet ik even de prioriteiten stellen. Maar hoe het is afgelopen bij de rechtszaak, weet ik niet. Wat ik wel weet, dat die onderneming die brug heeft gebouwd, zichzelf een failliet heeft verklaard. Geef een moment, heeft die onderneming die brug heeft gebouwd, heeft zichzelf een failliet verklaard, waardoor bij de faillissement de regering niets op die ondernemer zelf kan of onderneming kan gaan verhalen. Dat was wel bekend. Maar het proces, of er werkelijk het proces door is gegaan bij de rechter, daar moet ik nog even wel voor gaan natrekken. Maar intussen is het ook al 10 jaar. Ik weet wel dat de regering van de afgelopen 10 jaar er geen werk van hebben gemaakt om die zaak door te onderzoeken. Ze hebben in de plaats daarvoor een andere brug gebouwd, maar ze hebben er geen werk van gemaakt om te vaststellen of te laten vaststellen waar die fout is. Is het bij de bouwconstructie van die brug geweest of is het door die aanvaring van die ponton geweest? Dus er is geen definitief rapport eruit van wat precies de oorzaak is dat die brug in elkaar is gestort door de aanvaring. U bent in de uitzending. Goedenavond. Dag meneer Pierkaan, met Sophia.
Dag, ik hoor u heel erg ver hoor. Dus als u me gaat onderbreken, ga ik het waarschijnlijk niet horen. Maar ik wil even een aanvulling geven op hetgeen u net vertelde over dat je huis 10 jaar aan een ander hebt gegeven en je komt terug in dat huis, hè? En wat je allemaal tegenkomt. Wat u vergeten bent om erbij te vermelden, is dat die oude bewoners er nog steeds in zitten, want ze willen niet weg. Oké. Ze willen niet weg, toch? Dus dan is het nog moeilijker om dat huis op orde te brengen. Want die oude bewoners, die zetten allemaal valletjes voor je, toch? Allemaal tjoetjes in mijn potgio. Maar nog even wat anders. Ik weet dat er geen geld is. Ik weet dat we geduld moeten hebben. Maar ik heb één verzoek. Het maakt me eigenlijk niet uit hoe ze aan het geld komen. Maar laat ze alsjeblieft de mensen met een beperking geld geven, hè, meneer Pierkan. Het gaat niet goed met die mensen. Die mensen hebben al een tijdje geld gehad. En ze krijgen al niet veel. Ja. Dus mijn verzoek op dit moment is, laat ze geld zoeken om die mensen met een beperking te beginnen te betalen. Dag meneer Pierkan. Is goed. Dank u wel. U ook. Ik hoop dat de autoriteiten, want ik weet dat ze ook luisteren, maar ik hoop dat ze wel werkelijk notitie van nemen van positieve zaken die de bellers ook meegeven. Ze hoeven niet alles mee te nemen, want een heleboel van zaken zijn vaak genoeg al bekend. Maar zover er nieuwe zaken zich oproppen in deze uitzending, dat ze die goede zaken meenemen en kijken wat ze eraan kunnen doen. Vooral die opmerking van die mevrouw van daarnet, de mensen met een beperking. Dat we wel wat eraan gaan doen. Maar de mensen krijgen overigens ook al niet veel. Laat me u wat internationaal nieuws snel geven tussendoor. We moeten ook weten wat in de wereld gebeurt. Het aantal personen in de Verenigde Staten dat aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus is overleden, is vandaag boven de 150.000 uitgekomen. Dat blijkt uit de gegevens die de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore sinds het begin van de uitbraak van het virus bijhoudt. Op de tweede plaats staat Brazilië met een dodental van ruim 88.000. Wereldwijd zijn er nu 662.300 mensen overleden aan deze ziekte. U weet dat we nog in een coronatijd leven. U moet zich niet vergissen dat die virus er niet is. Wij gaan niet bepalen, ik ga niet voor u bepalen in uw leven wat u moet doen en wat u niet moet doen. Het enige wat steeds gevraagd wordt en waaraan iedereen aan herinnerd wordt, want uw leven is uw eigen verantwoordelijkheid. Uw leven is niet mijn verantwoordelijkheid. Uw leven is uw eigen verantwoordelijkheid, maar doordat er nog sprake is van een ziekte, een virus, die andere mensen kunnen besmetten, waardoor andere mensen mogelijk ook dood kunnen gaan, met als gevolg dood, hebt u nog een grotere verantwoordelijkheid dan een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus het is zaak dat u zich houdt aan de regels die gesteld zijn en alleen maar uw leven daartoe aanpast waar nodig is om ervoor te zorgen dat andere mensen in uw nabije omgeving ook veilig zijn. Want deze virus, we zien het niet. Kijk, als we het konden zien, dan konden we nog dokken, we konden schuilen, we konden schuiltje gaan spelen met die virus, maar we zien deze virus niet. Dus het hoeft niet per se zo te zijn dat bijvoorbeeld, neem mij als persoon, dat je denkt van, oh, deze meneer Pierkan die zal het niet hebben, want hij is op de tv en ik denk niet dat hij het zal hebben, dus laat me maar even hem een bos en een brasa geven. Ja, daar ga je nog net de fout in. Want het kan best ook zijn dat ik het ook heb. Omdat er is geen uitzondering hiervoor. Er is geen uitzondering hiervoor. Goedenavond, u bent in de uitzending. Meneer Pierkan, goedenavond. Goedenavond. Ik had namelijk een verzoek, hè, aan de regering. Ik ben vanmorgen ben ik naar de markt gegaan van de nieuwe grond. En ik liep vanuit de markt naar mijn auto toe. En toen zag ik een klein busje. Ken die, ze noemen dat Bridewagi, die kleine busjes. En dagelijks liever ben ik een verzekeringsagent. Dus ik heb ook gekeken naar die kentekenplaat. Die kentekenplaat was JV. Dat betekent dat die auto gekeurd is als een vrachtauto. En iemand heeft een paar
zittingen in die auto gezet. En er wordt gereden als bus. En toen ik dat ding zag, ik hield mijn hart vast. Want als u zag hoe die mensen in die bus zat, zonder mondkap, echt letterlijk dicht op elkaar. En ik dacht bij mezelf, wat gaat dit nou maken? Ik weet dat de bushouders niet reden, mensen willen vervoerd worden. Maar dit gaat helemaal verkeerd. Dit wilde ik aan u meegeven. Laat de overheid wat eraan doen. Anders hebben we volgende week nog meer besmettingen. Dank u. Oké, dank u wel. Bedankt voor die opmerking. Maar ik wil het omkeren naar mezelf en mogelijk ook naar u. Uiteraard moet die overheid er iets aan doen. Het is de taak van de overheid om voor die controle zorg te dragen. Maar die overheid kan niet overal zijn. De politie kan ook niet overal zijn. Hoe graag de politie het ook zou willen doen, het is onmogelijk dat de politie overal kan zijn. Dus in zulke gevallen, als burger, als u zoiets ziet en u bent de mening toegedaan dat het niet correct is, dan moet u gewoon even de politie het telefonisch doorgeven. U hoeft niet eens naar de politie te gaan. U geeft het geval door en dan hebt u uw plicht gedaan. Verder moet u niet bemoeien, want dat gaat u ook overigens niet aan. U hebt uw burgerplicht gedaan door de politie te melden dat iets u is opgevallen dat volgens u niet correct is. En wat dan de politie ermee doet, dat is een politieaangelegenheid. Dat moet u voor hun laten. Maar de controle op ons land, de controle op onze instituten, de controle op de burgerij zelf, goed gedrag van de burgerij, slecht gedrag van de burgerij, die controle moet die burger zelf doen. Die politie kan niet overal zijn. Dat was steeds. Ik beschuldig u niet hoor, ik maak een algemene opmerking. Die politie kan niet overal zijn. Het is onmogelijk. Het is nergens ter wereld zo dat de politie, ongeacht hoeveel manschappen ze hebben, hoeveel materiaal ze hebben, hoeveel geld ze hebben, dat ze ook overal kunnen zijn. Het zijn die burgers die vaak de positieve tipgevers zijn naar de controle toe en voornamelijk dan in dit geval de politie. En dan moeten zij hun werk doen. Dan moeten zij hun werk verder doen. En dat is onze taak als burger. Of hoe Shiwansa Epsa en hoeveel Asano Boong. De inom had die idee. Bel askotu, tegama, bel af. Inaf karining. Je moet uw naam ook niet noemen, want misschien zijn mensen bang van ja, migo bel dadelijk, dan de mo aksmi, dan mim kabiro, dan mim legproces verbaal, dis verbaal, dat verbaal, allerlei soort balen, daar ga je balen, daar ga je het niet doen. Maar dan gewoon tippen, klari, je hebt je plicht gedaan. Dan ga je rusten voor de rest van de dag. Je hebt je plicht gedaan en dat moeten we kunnen doen. En dan ligt het aan het instituut van de politie om ervoor zorg te dragen. Wat is die bal nu bij hun? Om te kijken welke informatie ze hebben gehad. En ze hebben een ervaring om te kunnen taxeren. Welke van de gevallen moeten we eerst direct kunnen aanpakken? Dat ligt bij hun. En als het instituut dan verzwakt is, doordat eens ze willen wel, maar ze beschikken niet over de nodige bijscholing, manpower, training, apparatuur. Dat is dan de zaak van die overheid om aan de institutionele versterking te doen binnen dat systeem. En dat kan wel op midden- en lang termijn, want dat gaat niet morgenochtend gebeuren. Maar dat is onze plicht. We moeten ook proberen samen iets te kunnen doen. En niet steeds te kunnen zeggen, ik beschuldig u niet hoor meneer, houdt u dat vast. En ik bedank u voor uw opmerking ook overigens. En die mensen kunnen dan ook alert zijn wanneer ze dit soort gevallen zien. Maar we moeten samen proberen het te kunnen doen. En dat is werken met de instituten. Maar we moeten ook vertrouwen kunnen stellen in de instituten. En de instituten moeten ook vertrouwen uitstralen. Houd dat ook vast. De instituten moeten ook vertrouwen uitstralen naar die burgerij. Het is van twee kanten gaat het samen. Maar goed, dit is Kala Jorkel. Jongens, moet ik eruit? Oh, ik moet eruit. Oké. Jongens, zeg ik moet even eruit voor een reclamebreak. Ik ben straks weer terug met meer Kala Jorkel. Tot straks. Dames en heren, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kala Jorkel. Dit is de aflevering voor woensdag 29 juli 2020.
Mijn naam is Farid Pierkan, ik ben uw presentator voor deze uitzending. Vrijdag 31 juli is het Idul Adha. Het is een nationale feestdag in ons land. Het is de tweede grote Eid-feest binnen de moslimgemeenschap. Idul Fitr is de eerste en deze is de tweede grootste. En de Idul Adha wordt herdacht tussen 31 juli tot en met 2 augustus in de periode van de Hajj. En een van de redenen waarom het wordt gevierd is om daarmee brengen ze dan ter nagedachtenis van de profeet Ibrahim in de Bijbel Abraham, waarbij de profeet Ibrahim zijn zoon wilde offeren voor de Almachtige. En de Almachtige stuurde een engel en zei, dat hoef je niet te doen, dat moet je ook niet doen. En in plaats daarvan werd een ram geofferd. Dus vandaar dat Idul Adha herdacht wordt. Binnen de islam gaat het dan om de zoon Ismaël en binnen in de Bijbel gaat het dan om de zoon Isaac. Dus daar is er wel een enig verschil. Maar het verhaal in groot context is min of meer wel hetzelfde. Dit is Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal. We doen het live vanuit Paramaribo. In Nederland heeft het kabinet van Nederland nog niet het besluit genomen of kunnen nemen of er een landelijke plicht moet komen of er in openbare ruimte mondkapjes gedragen moet worden. Men is nog steeds niet op één lijn, omdat men ook nog vindt het is wetenschappelijk nog niet bewezen als zodanig. Het bewijs ontbreekt er gewoon, zegt men. Dus het besluit is daar vooralsnog in Nederland nog niet genomen. In ons eigen land noteren we jammer genoeg een 26e dode door het coronavirus. De website van COVID-19 noteerde nog voor ik begon met deze uitzending het aantal van 24, maar het is intussen wel 26 geworden. De afgelopen 24 uur zijn 11 mensen geïdentificeerd in Paramaribo, 2 in Komowijne, 1 in Wanica, 1 in Parapara, 1 in Saramaka, 1 in Marowijne en 5 in overige gebieden. Dat is de afgelopen 24 uur. We doen allemaal een dringend beroep op u en ik doe op mezelf. We moeten allemaal op onszelf letten dat we ons aan de regels houden. 1,5 meter afstand, handjes wassen. Als je openbaar gaat op straat, mondkapjes dragen. En alleen de noodzakelijke zaken gaan doen. Uw leven kan normaal doorgaan. Houdt u dat vast. Uw leven kan normaal doorgaan als u deze nieuwe spelregels kunt inbouwen in uw levenspatroon. Daar kunt uw leven heel normaal doorgaan. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Pierkan. Ja, goedenavond. Ik wilde alleen maar even vragen. Het parlementsgebouw aan de Gravenstraat. Weet u als het nog gebouwd wordt? Want in dat geval zou ik zeggen, stoppen ermee. Want het is niet een opdracht van deze nieuwe regering. Er zijn al zoveel problemen. En het parlementsgebouw zal heel veel geld kosten. Dus ik zou zeggen, stop ermee totdat het in het land heel goed weer gaat. En dan gaan we misschien verder. Dank u wel. Oké. Ik was nog laatst vorige week bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En het wordt vlak voor het ministerie van Buitenlandse Zaken gebouwd. Op de locatie waar het voorheen stond. Als u zegt dat het gestopt moet worden, dan moeten we wel even nagaan alleen van waar komt de financiering van. Dat moet ik even nog natrekken. Het is me ontgaan van waar het gefinancierd wordt. Is het een schenking? Is het een langtermijn financiering? Of is er sprake van eigen financiering? Dus als het een financiering is van een donateur op midden- en langtermijn, ja, dan zou ik zeggen, maar dan moet je wel maar even doorgaan. Maar als het interne financiering is, dan zou je dat werk even wel kunnen vertragen. Maar dan heb je wel contractuele verplichtingen. Je moet wel weten, er zijn contractuele verplichtingen met de aannemer die bouwt. Je kan niet overnight tegen die aannemer gaan zeggen, oké, weet je wat, ik ga nou even een beetje stoppen. Dat gaat ook niet zo werken, want er zijn sowieso clausules in die overeenkomst die die overheid nog meer kan schaden. Dus je kan niet morgenochtend zeggen wanneer iemand met de bouw van je huis is begonnen. Ik geef een voorbeeld. En je hebt een contract met die aannemer. En binnen het contract zijn een aantal regels opgenomen.
En morgen kom je tegen die contract en dan zeg je, hey, weet je wat, ik wil niet meer bouwen, maar je hebt een overeenkomst. Dan moet je wel goed gaan lezen wat erin staat. U bent in de uitzending, goedenavond. Kunt u luider praten? Ik hoor u niet. Hoort u mij? Ja, graag even luider praten, zodat de mensen in Nederland u ook kunnen horen. Ja, zeker. Ik, met Delano. Ja. Ik ben benieuwd wie voor dit hem betaald heeft. Mevrouw. Ja, ik heb ook les van haar gehad op de middelbare school. Dat is 30 plus jaar geleden. Zo druk was ze niet. Maar goed, okay. Daar gaat het niet over. Nee, maar ik ben een drukke manneke, daarom. Daar heeft u ervoor betaald. ja, oké. Okay. Oké, daar gaat het niet om. Maar waar ik voor bel, de advocaat van de heer Hoefdraad, die is uitgekomen. En die zegt van, als men vindt dat hij het land uitgevlucht is, dan moet men het kunnen bewijzen. Dus dat wil zeggen, innocent until proven guilty. Maar als er zo'n zware druk op mij zou zijn, dan zou ik mijn onschuld wel eerst komen bewijzen. Dus mijn advies is aan de advocaat om aan zijn cliënt door te geven van als je onschuldig bent, luister niet naar wat men zegt, maar kom je onschuld bewijzen. Want dit weegt wel zwaar. Dus daar is waar ik het over wil hebben. Oké. Okay. Iedereen in ons land praat, waar is Hoefdraad? Waar is Gilmore Hoefdraad? Ik had een uitgesproken mening over deze man 5 jaar geleden. Een uitgesproken mening. Niet nu, omdat iedereen nou daarover praat. U kunt het beluisteren op YouTube. Toen ik reeds harde opmerkingen maakte over deze meneer zijn gedrag. Dat was 5 jaar geleden, niet recent. Maar iedereen vraagt waar is Hoefdraad? Kijk, Hoefdraad is een vrije burger. Ik weet niet waarom iedereen zich afvraagt waar is Gilmore Hoefdraad? Vergeet even Gilmore. De man is geen verdachte. Er is geen opsporingsbevel tegen hem. Hij mag gaan waar hij wil. Dus er wordt een heisa van gemaakt, omdat hij de kassier was, om het populair te zeggen. En men heeft het vermoeden dat die kas leeg is. En men heeft het vermoeden dat hij medeplichtig is in het leegmaken van die kas. Maar hij is geen gezochte burger. He's not wanted. Er is geen opsporingsgelast door de procureur-generaal. Dus wherever de man is, ik weet ook niet waar hij is, maar ik kreeg gisteravond een boodschap van een vriend van me, een goede vriend van me uit Guyana. De man heeft een krant daar, Kaye Tournews, en heeft een radiostation. My friend Glenn Lal, die belde me gisteravond dat ze hem hebben gespot in Barbice. Daar hebben ze hem gespot, dat zegt hij tegen mij. Of het waar is, laat ik in het midden. Maar als zou hij in Barbice zijn. De man is geen vluchteling. Hij wordt niet gezocht. Dus waarom zou hij niet mogen reizen? Ik weet niet of er een reisverbod is afgekondigd door de PG. Als er een reisverbod is afgekondigd door de PG, een reisverbod waardoor hij het territorium van Suriname niet mag verlaten, dan is hij een overtreding. Maar als dat er niet is, what the heck, the man can go anywhere he wants. U bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Pierkaart. Goedenavond. Die meneer heeft daarnet gesproken over die bussen. Hè? Hij heeft 1 gezien. Maar ik woon op pad van Wanica. Ik ga elke ochtend naar mijn werk, naar de stad. En ik zie elke dag 10 van die bussen. En ik heb persoonlijk een politieagent erop geattendeerd. Omdat hij, we stonden in een file. De politieagent op de motorfiets die komt. Hij kon niet door, dus hij moest naast mij staan. En de PL-bus die stopt om mensen te nemen, want ze rijden gewoon over de bromfietsenspad. Dus hij, die PL-busje, die zogenaamde, die rijdt over de bromfietsenspad. Hij stopt en ik attenteer de politie van, kijk, het is een PL-bus dat hij daar rijdt. Want mensen stappen uit, mensen stappen in. Die agent kijkt me aan en hij rijdt gewoon door. Hij heeft niks te maken met mij. En ik had vorige week aan u gevraagd om na te trekken of de verzekeringsmaatschappij eigen dunkelijk de tarieven mochten aanpassen. Misschien kunt u daarover nog even praten. Dank u wel. Oké, dank u wel. Ja, dank u wel.
Laten we even goed weer vaststellen. Ik bedank u allemaal voor uw opmerking. Ik bedank u ook dat u mij die vragen stelt. Maar houdt u vast, ik weet veel, maar ik weet niet alles. Dat moet u wel even vasthouden. Zover die verzekeringsverhoging aangaat, mogen de maatschappijen zelf hun tarieven vaststellen. Het zijn private ondernemingen. Ze zijn niet gebonden aan een controlemechanisme. En ze zijn niet gebonden aan een overlegstructuur van de staat, let wel, van de staat of zo je wil van de Centrale Bank van Suriname. Want verzekeringsmaatschappijen vallen onder controle van de Centrale Bank van Suriname. En die is er niet. Dus ze mogen dat doen. En natuurlijk stoort het iedereen als je per 1 augustus andersoortige tarieven moet betalen. En dat mogen ze doen. En wat die controle aangaat, kijk, we hebben veel geïnvesteerd. De vorige regering heeft miljoenen geïnvesteerd in een camerasysteem. Veilig Suriname of whatever, hoe dat ding ook heet. En via een camerasysteem, via dit systeem, zou je ook achteraf kunnen zien wie de overtreders zijn. Daarvoor is het camerasysteem er. Het is niet alleen om te zien wat er vooruit gaat gebeuren, kan gebeuren. En het is niet per se voor diefstalsaangelegenheden, maar het is ook voor overtredingen van het verkeer, van mensen in het verkeer. Dus men kan ook achteraf kijken wie een overtreding was. En ik denk dat dit systeem die mogelijkheid heeft dat het een opslagfunctie heeft van een paar maanden. Dat je steeds kan terugkijken. En je kan altijd, alleen moet je kijken of dat wettelijk kan en wettelijk mag, of je wel achteraf iemand een boete mag geven. Dat moet ook wel geregeld zijn. Want alles dat je wil doen, moet volgens de wet geregeld worden. Maar als je iemand onderschept die eergisteren een overtreding heeft begaan, en je ziet het op de kamer achteraf, dan mag je die overtreder alsnog aanpakken als de regelgeving ervoor is dat je alsnog die boete mag geven aan die persoon. En daarvoor hebben we die investering gedaan. Dus we moeten die investering goed benutten. Goed benutten. U bent in de uitzending. Hallo. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond meneer Pieter. Op de hoek, ik wil u iets doorgeven. Hè? Op de hoek van de Rubenstraat en de Rembrandtstraat. Daar is een groot huis dat geverfd is. En ik weet niet van wie het is. Maar het ding is al bijna 4 maanden dicht. Maar er stroomt waterleidingwater de straat op. Met een grote golf, al 2 weken probeer ik de SWM te bereiken, maar zonder resultaat. Ik vind het heel erg dat het water wegstroomt. Ik ben een gepensioneerde burger. En ik zie dat dagelijks. Ik loop op de hoek en ik kijk en ik schud mijn hoofd. Ik zeg, waar zijn we eigenlijk aan toe in dit land? Weet je? Oké, maar even een vraag. En nog een ander ding, meneer Pieter. Ja. Dicht bij de 70 ben ik. Dus dat is heel erg jong. Ja, alleenwonende. En er is een buurt van Brazilianen en Cubanen. Dus als ik u zou uitnodigen, dat je met een pil kan komen een glasje koffie drinken. Welke tijd dan ook uit uw schip komt u. Dat zou u zelf zien. Elk brommer die hier langs gaat, heeft zijn een demper weggehaald. Als je het geluid hoort, denk je dat er een helikopter langs gaat. Ja. Ik heb het zoveel keren geprobeerd de politie door te geven, maar zonder resultaat. Tot heden zonder resultaat. En nu, wat blijkt het? Zelfs de auto's hadden de bumper weg. En als je met grote snelheid hier langs gaat, denk je dat er een 5 of 6 helikopter langs zijn gegaan. En dat is dagelijks. Oké, okay, even. Je weet helemaal niet waar je aan toe bent nu en wie je moet spreken. Oké, okay, even. Want overal waar je belt, neemt men niet op. Prima. Even een vraag. U hebt het over Hoek Ruben en Rembrandtstraat, correct? Ja, op de hoek, ja. Prima, dank u wel. Maar dan ga ik het doorgeven aan waterleiding ook. Ik ga het zelf ook doorgeven. Ik heb geprobeerd, al 2 weken al proberen. Nee, ik ga het zelf doorgeven omdat ik die directeur ook persoonlijk ken. Dus ik ga hem straks naar die uitzending een app sturen. Dus 2 weken lang weet je hoeveel water daar weg is? Ja, we hebben u begrepen. Ik begreep het, maar ik ga de boodschap ook doorgeven. En ik heb nog iets anders, hè. Ja? 3 weken, 4 weken terug ben ik gaan pinnen, Surinaamse bankhoofdkantoor. Want ik ben van RBC hier. Maar daar was geen geld daar. Daar ben ik gaan perken 2 machines.
Ik ben gaan pinnen, de pinpas is daarin vastgebleven. Ik ben naar de Surinaamse bank gegaan. Ze hebben me verwezen naar Quetta. Ik heb mijn tijd, moeite genomen om daar in de rij met mondkap 70-jarigen te staan om die kaart te krijgen. Daar aangekomen zeggen ze, ze hebben die kaart niet. Ik moet naar RBC. Ik ga naar RBC, die zegt van, meneer, wilt u niet een andere kaart maken? Ik zeg, oké. Okay. Ja, maar het gaat je 50 gulden kosten. Ik zeg, ik heb die kaart nauwelijks een 2 maanden. Dan moet ik weer 50 gulden betalen en ik op zo'n hoger leeftijd. Ik zeg, oké, het maakt niets uit. Ik ga het maken. Ja, maar meneer, we hebben geen materiaal. Dan moet hij naar het hoofdkantoor. En dus, zo gaat het. Mensen die niet weten, zullen het ook niet weten. Maar zo gaat het hier in dit land. Je weet niet waar je aan toe bent. Kijk, toen ik moest stemmen, meneer Pirkan, dan kende ze mijn telefoonnummer, mijn huisnummer, mijn straat, alles, dat ik op zo'n partij moet stemmen. Nee. Geven ze door sms. Maar toen ik die pakket moest krijgen, toch? Tot heden heb ik nooit iets van een pakket geweten en gekend. En ik heb het ook nooit gezien hoe ik daaruit zie. Okay. Dus zo zie je die dingen, hè, meneer Pirkan. Ja. Wie houdt wie voor de gek in dit land? Ja, is goed. Ja, ze komen met mooie dingen, mooie praatjes. Toch? Ik geloof het, een andere regering, oké. Er zal verbeteringen aan komen. Ja. Maar het schijnt nog erger te worden. Oké, dank u wel, we hebben u gehoord. Dank u wel. Deze regering, houd dat vast, zit anderhalve week. Hoe lang zitten ze? Anderhalve week. Ik zou ook graag willen dat als ik morgenochtend opsta, zou ik graag willen. Alles is veranderd. Wow, alle wegen zijn gemaakt. Alle goten zijn schoon. Alle ministeries zien er zo perfect uit. Ik zou het ook willen. Geloof me. Maar niemand kan het doen in anderhalve week. Ik ook niet. Ik ook niet. Alles dat je moet veranderen en herstellen, heeft een fase nodig. Heeft een fase nodig om tot het punt van stabilisering te komen. Het heeft een fase nodig. Dus we weten dat we alles morgenochtend willen. Ik wil het ook. Brief me. En voor wat die private instellingen aangaat, kijk, alle bedrijven, en vooral die grotere bedrijven, zoals bankinstellingen en verzekeringsmaatschappijen, die zijn grotere instellingen, door COVID-19 die abrupt is gekomen in het systeem, is hun hele organisatie niet meer hetzelfde als voor maart. Want COVID-19 is in maart 2020 aangetroffen in ons land. In maart 2020. Want daarvoor hadden we dat probleem niet, toch? Je moet even een flashback doen. Rewind. Je had dat probleem niet. Nee. Of het was relatief zo weinig dat niemand een opmerking maakte. Omdat het leven ook anders was. Dus alle bedrijven zijn ook bezig naar aangepaste oplossingen te zoeken binnen hun eigen structuur. Want ieder structuur moet compleet veranderd worden. Het is niet meer dat mensen op een bank werken. Zoals, mijn koeien gaan naar bangi, mijn goede konfatoet op een bangi. Isabi, ik ga een beetje wandelen en dan ga ik mijn geld lichten. Is een uitje voor mij, is een leuke dag voor mij. Dat is er niet meer. Life is not the same anymore. Ook voor mij niet. Dus al die bedrijven passen en meten. Ik wil die bedrijven de schuld niet geven. Maar ze moeten wel, omdat het grotere bedrijven zijn, met grotere budgetten zijn, grotere know-how zijn, moeten ze wel in staat zijn om binnen een bepaalde timeframe nu dat ding op een lijn te kunnen brengen dat de irritatie van die burger wegvalt. Want als ook die private onderneming faalt in haar dienstverlening, in haar aangepaste dienstverlening, dan krijgt die overheid de schuld. Maar die overheid heeft niks te maken met die private onderneming. Maar die overheid gaat er wel de schuld krijgen. Dus life is not the same anymore. Echt waar. Ik laat me even een voorbeeld geven. Een simpel voorbeeld. We hebben ook een bedrijf, we hebben een paar bedrijven. We behoren niet tot de giganten, maar we zijn toch een nice to have company. Een nice to have company, zeg ik. Niemand in een van de ondernemingen van ons werkt nog meer op kantoor. Er komen maar 2 mensen.
Niemand werkt meer op kantoor. Door het systeem van COVID kan ik de mensen niet op kantoor zetten daar. In die daily operation wat ze deden. Ik heb het over dagblad. De redactie werkt niet meer op kantoor. We moesten dat systeem omtunen, aanpassen. Iedereen van huis, software, systemen, bram, alles van huis uit. En iedere meeting, elk contact dat ze hebben met elkaar, want ze moeten interactie hebben, dat gaat via internet. Dat gaat via Zoom, het gaat via Skype, het gaat via WhatsApp call. Wij hebben het kunnen doen. Maar goed, wij zijn niet een al te groot bedrijf, dus we konden die maatregelen snel doen. Maar een groter bedrijf heeft ook waarschijnlijk meer tijd nodig. Life is not the same anymore. We moeten ons erin berusten. Ik heb er ook soms moeite mee, geloof me. Ik heb er ook soms moeite mee. Weet je hoe lang ik mijn matties niet heb gezien? Hoe lang ik iemand zeg, let's go chill. Mino kan go chill, chill, chill what? Chill waar? Begrijpt u? Maar goed, u bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Ja, goedenavond, meneer Pieperkan. Goedenavond. Ik heb een vraagje over die palmentuinen. Het is niet iets wat ze pas hebben ontdekt, zoals bij de cultuurtuinlaan, wat nog misschien makkelijk teruggedraaid kan worden. Maar dit ding is al een jaar of langer geleden vergeven aan de familie Boutersen en consorten. Vraag is van, kan dit nog teruggedraaid worden? Want ze voeren zogenaamd het beheer, maar het is ook aan hun toegewezen. Dus dat hebben we gezien bij wat is gepubliceerd. Daar heb ik nog een andere vraag, even snel. Ten aanzien van de luchthaven, wordt dat ding nou geopend? Want er zijn toch landen die waar er totaal geen COVID meer heerst, zoals Aruba, Curaçao. En Suriname is juist het risicogebied geworden. Maar waarom kunnen de vluchten dan niet, zoals bij andere landen, gewoon gedaan worden? Weet u dat misschien? En of hield u zich op wanneer die airport, maar mensen moeten weg voor zaken en voor familiebezoek. En ten derde, ten aanzien van het hebben we maar niet gespeeld met de palmentuin. Er zijn zoveel scholen voor voetbalvelden die er aangelinkt zijn voor eventuele uitbreiding van de school, et cetera. Die zijn allemaal ook in de districten vergeven aan allerlei partijloyalisten. Kan zoiets weer teruggedraaid worden, ook al is overgeschreven, bijgelist op die persoon zijn naam, kan het dan worden, kunnen die domeingronden teruggevorderd worden? Want het is toch niet eerlijk, want als een school wil uitbreiden, dan kunnen ze niet uitbreiden, want het hele voetbalveld is in beslag genomen door... Ik begrijp wat u bedoelt. Ja, toch? Ja, ik begrijp. Oké, dank u wel. Ik ga u zo goed mogelijk een antwoord proberen te geven, ook waarschijnlijk geen pasklaar antwoord, waar u gaat zeggen, oké. Kijk, laten we beginnen bij palmentuin. Lang geleden maakte ik altijd grappen, niet tijdens deze regering van Santokki, ook niet tijdens de vorige regering van Boutersen, ook niet tijdens de vorige regering. Ik maakte altijd grappen, omdat mensen in mijn land altijd hebben gerommeld met grond. De een meer, de andere veel meer en de andere heeft geroofd. Er zijn niveaus van het rommelen. Dus de een heeft een beetje gerommeld, de andere heeft veel gerommeld en de andere heeft geroofd. En al die tijd, en dat gebeurt 10 jaar, echt waar. En al die tijd maakte ik grappen met mijn vrienden, altijd, echt waar. Meteen maar om Loekboemwandie, de man of voor onafhankelijkheidsplein en de man of voor palmentuin. Ik maak er altijd een joke van, omdat zo ongecontroleerd gaat gronduitgifte in ons land. Dus in deze grap die ik maakte, was niet tijdens de vorige regering, is jaren daarvoor. En ik schrok er zelf ook van, weet, de man tikka palmentuin. Ik had nooit gedacht in mijn helder verstand dat de mambo vast palmentuin. Dus nou omloeku tamara of een pisif onafhankelijkheidsplein no goe, want dat is aan het domeingrond volgens mij. Dus ik dacht, alles wat ik al die jaren zei vanwege het rommelen met grond in mijn land. We zijn gewoon ongeorganiseerde boeven in dit land. Niet wij, zij die het doen. Dus, ik dacht, wie
veel. Want ik had nooit gedacht in mijn leven. Nooit. Ik dacht, de man, hoe durf, hoe vast onafhankelijk. Ik moest je de man bevoer onafhankelijkheidsplein. Niet de vorige regering, het was een opmerking algemeen. Dat was de issue van waarom op een routineshop op. Is dat niet toch? Op basis van werkgelegenheid. Op basis van toerisme. Is je een piece op. Maar nog niet verrekenen. Je moet dat toch, de man, ik apart mijn tuin. Hier en nog. Mevrouw Bouterse, Ingrid. Jij en ik hebben op school gezeten. Handelsschool, Isabeth, hoe stoot op score. Dus, Biggie, ja, Kondra Grombaka. Ze hebben het gezet onder een stichting, want dat zijn de technische kanten. Potassant is niet op naam, een zogenaamde stichting. En die stichting heeft beheersdaden. En die papiepietje. Maar je weet, als het op een stichting is, is het van jou, want dat zijn die frommel bypasses om te zeggen: het is niet op mijn naam, maar het is op een stichting, maar jij bent eigenaar van die stichting. Jij bent eigenaar van die stichting. En er zijn drie mensen genoteerd. Dat is mevrouw Bouters, mevrouw Ingrid Bouters, zijn naam staat erop. Meneer Moene en meneer Moene, zijn naam staat erop. En die DC Nerkus, zijn naam staat erop. Anokang toch de mafura palmatuin. Maar minister, omloeku, gado frede, de man. Dat loopt bij de man dat ik hemel schreef. De man kies van kan de mij verkavelen hemel. Echt waar. Dus hiervan ben ik wel... Je schrikt. Maar dit is even een shock. Ik de man goed, ik palmetuin. Oh god, oh jongen. Dat had ik niet gedacht. Maar ze hebben het geflikt. In een stichtingsvorm. En dat ding van Wakapassi is gemaakt met geld van India. Is niet geld van de staat, Suriname. De staat heeft een minimale bijdrage erin gehad. Maar het is een donatie, een gift van het land India aan het land Suriname. Dus het volk van India geeft het aan het volk van Suriname. Dat is die gift. Het is geen gift voor een stichting. Dat je in een stichting met drie mensen in kan. Dit is, ik ga u zeggen, dit is nou een crime. Ik ga het een crime noemen. Ingrid, alsjeblieft, dit is een crime. Dit is breed. Het is een gift van het land India met belastingsgeld van de Indiër. Van de 1,3 miljard Indiërs een belastingsgeld hebben ze gemeend op basis van een vriendschaprelatie met het volk van Suriname jou een geldbedrag te schenken zodat je dat kan maken Wakapassi. Met de bedoeling dat als het gemaakt is, het een eigendom blijft van de staat Suriname. Dit is weird. Als u me vraagt terugtrekken, ik weet niet, dat moet juridisch bekeken worden. Dat zijn van voor mensen die veel ervaring hebben in juridische aangelegenheden, grond aangaande. En op basis van, als er een goede grondslag is, moet er ingetrokken worden. Als er ook nog een betere grondslag is, moet er ook nog mogelijk een strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Als het mogelijk is, we moeten er naar kijken. Want ik ga vast palmetuin. Voor is er die jongen? Hoe heet ze? Mijn vriendin, Diana Pocky. Diana Pokim Luku of onafhankelijkheidsplein Noverkavel. Wiki tabaramaten. Wiki Luku of plein Noverkavel. De Japis van beeld voor pengel verkavel. In een sap nooit. Plus a beeld gue. Maar goed, ik breng het een beetje met humor. Maar het is doodserieus. Ik had het nooit gedacht. Palmetuin. Ja, ik lach om verdriet van deze vormen van misdaad. Echt waar. U bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Pierkan. Ik lach ook hier, hoor. Dat zou wel mooi zijn, nou, meneer Pierkan. Je gaat dood en je komt, je gaat naar de hemel en je wordt daar in de hemel. Nee, hoor. Ja, maar dadelijk zie je, er is geen plaats voor je, want het is verkaveld. Dan ga je doen. Contact af de grondrover, go fish you. Want die man gaat ook met al zijn hibbies van aarde naar boven. Ja. En Idoro, dan gaat het tak, vriend, mina presigi. De maro, vapis van hemel fi. Zeg je doe. Maar goed, we maken er een grapje van. Is een grap. Ik wil iets zeggen, kijk, meneer Pierkan. Iedereen praat over de staatskas dat het leeg is. Er is geen geld om salaris te betalen. Er is een oplossing. Plaats toch
in alle dagbladen, waaronder Dagblad Suriname, wanted en laat heel Suriname op zoek gaan naar de miljoenen die zijn verdwenen uit de staatskas. Kijkt u, in de tijd had Jogi gezegd aan vrouwelijke minister van Onderwijs toendertijd, ze wilde een extra bescherming. Toen maakte Jogi een joke van, ja, je wil bescherming omdat het geld daar bij jou thuis zit. Zie daar. Dus men kan echt een wanted uitschrijven. En dan gaat iedereen, je gaat zeker mensen hebben als de regering een advertentie plaatst van wanted. En dat gaat iedereen zoeken naar dat geld. En ik ook natuurlijk, want ik wil ook rijk worden. En dan krijg je misschien $200,000 als je een goede tip geeft waar twee dikke valiezen gevonden worden met de miljoenen van de meneer die nou in jail zit, ergens bij een vriend of vriendin daar thuis. Dat wilde ik zeggen hoor, meneer Pirkan. En een fijne avond. Is goed, dank u wel. Kijk, de regering is anderhalve week. Terwijl je bezig bent met het onderzoek, het inventariseren van alles en nog wat, want de overheid is heel erg groot, de overheid is een groot apparaat, moet de regering ook nog verder doorgaan met de bestrijding van COVID-19, met het maatregelen treffen, met het oplossingsmodellen zoeken. De regering moet doorgaan met hoe gaan die scholen open. De regering moet ervoor zorgen dat bedrijven open blijven, want bedrijven geven werk. Het is niet alleen dat je naar een winkel kan gaan, maar bedrijven geven ook werk. Dus ik zeg, gewoon een onderzoeksinstantie maken. Een onderzoeksinstantie maken met vergaande bevoegdheden, met vergaande bevoegdheden, met zwaar geselecteerde mensen in verschillende disciplines. Maak het interdepartementaal desnoods. Laat het aanvullen met externe mensen die je inhuurt. Die je inhuurt van buiten, die hoogwaarschijnlijk niet bij die overheid werkt. En laat ze het werk gaan doen. Laat hun het werk gaan doen en overal scan gaan maken. Een overall scan maken en je moet ze een timeline geven. Maar je gaat die mensen die erin gaan, moeten zwaar selecteren. Er moeten geen mensen gaan in een commissie, omdat je in een commissie bent, omdat je een commissieuitkering krijgt, omdat je commissielid bent. Ja, dan ga je er niks van bakken. Dus er moeten dedicated mensen zijn die het werk gaan doen. En het model wat u zegt, is een model van een bounty hunter. In feite zegt u, een bounty hunter, je zegt een premie. En je zegt tegen die samenleving, voor elke informatie die jij mij geeft, welke op waarheid berust, krijg je een beloning. En dat noemen ze bounty hunters. Dat is ook een model. Laat de bevolking jagen over datgene van misstanden waarvan zij de mening zijn toegedaan dat het een misstand, maar ze moeten wel met bewijs komen. Je kan niet komen zeggen, hé, amma pierkan, jongen, mami bishya, amma kapper, amma bita kwantori, jongen, die pot min in dat paleis. En wat is zo? Dus je wordt alleen uitgekeerd. Is dat als vroeger toch bij die cowboys? Want it! En tegenwoordig amang, met bewijs, iets aramang, levend, ik wil niet over dood praten, levend, dan maar ben nak je een beloning. Dat waren bounty hunters. Maar je kan het ook in de administratie gooien. In de administratieve sfeer. En je zegt die samenleving, help me. Maar voor je hulp, bij bewijslast, met bewijslast, hè. En dan zomaar, pak zomaar, omdat Ieren want Tori. No. Dan krijg je wel een beloning. Dat zijn modaliteiten. Maar intussen moet de regering wel doorgaan met het regeren. Wegen moeten gemaakt worden, water moet er zijn, school moet opengaan, COVID moet bestreden worden. Dus zet dat in een groep. Zeg ze jongens, geef jullie 3 maanden, 4 maanden en kijk wat jullie kunnen gaan doen. En intussen ga je door met het leven, met het werken. U bent in de uitzending. Goedenavond. Hey, goedenavond, Farid Andro. Meneer Andro. De president is recent uitgekomen met de iets wat verscherpte COVID-maatregelen. Oké, terecht, want we zien dat zaakje uit de hand begint te lopen. Oké, maar het wordt goed gemanaged, dus ik denk niet dat het zover komt. Maar één aspect dat ik altijd gemist heb, is namelijk het openbaar vervoer. Kijk, we blijven er niet bij stilstaan. Minangayusa afvervoer is het geen probleem voor ons. Maar dat ding kilt verschrikkelijk de kleine man. En niemand die erbij staat. Kijk, de scholen zijn recent ook
gedeeltelijk geopend, die examenklasse. Maar weet je wat het ouders kost om hun kinderen elke dag naar school te brengen? Terwijl je van openbaar vervoer bij dan heb je bekend openbaar vervoer. Maar kijk ook nog de markten. Men heeft de markten ook opengesteld. Maar je hebt de mensen die normaal gebruik maken van de markt, heb je niet geholpen. Want even als man moest moeten naar Abrabroki of naar Kwata, voor naar Woyo. Dat is maar moest bij een taxi. Dat is maar afgo. Want als je monies als man bij een groen toe naar een visie en zo. Als taxi money is overschrijden, heer bedrag. Dat betreft is maar, dat is nou een supermarkt, dat is maar bij de, of naar zijn straat, per mij zering. Maar ook de mensen die in de randdistricten wonen. En vast maar moest kaart dat er qua academisch ziekenhuis. Weet je wat voor nanny het is voor die mensen? En ik bedoel dan, oké, PLO is misschien een beetje moeilijk, want je moet gaan onderhandelen met die mannen over tarieven. Je moet gaan onderhandelen over achterstallige betalingen, over brandstofcompensatie. Maar de overheid heeft een bedrijf dat opereert in het openbaar vervoer. En namelijk de NVB. En de NVB, als je wil, binnen 3 dagen rijdt NVB. Omdat je niet hoeft te onderhandelen. Het is jouw bedrijf. Het enige wat je moet doen, je gaat zitten met het COVID-management team. En zegt van, onder welke voorwaarden kan ik de NVB laten rijden? En dan geeft je ook het management team je aan. Kijk, je mag, noem maar wat hoor, maar 10 personen per bus. Maar dat kan je als overheid kan je doen. Het is jouw bedrijf. Dus ik wil een beroep doen op de overheid. Laat NVB alvast beginnen te rijden. En als je het goed aanpakt hoor. Als je het goed aanpakt. Kan je direct ook de aanzet geven tot ordening van het heel openbaar vervoer. PLO inbegrepen. Ik ga niet in details treden hierover. Ja. Omdat ik dan misschien slapende honden ga wakker maken. Maar is enigszins Mikisa gelegenheid voor Taknanga. Even naar VP, even naar een minister. Dan ga ik hem aantonen van hoe je nu in deze situatie, door NVB te laten te rijden, je alvast 1, de kleine man verschrikkelijk helpt. Maar 2, je kan ook overgaan tot ordening van het heel openbaar vervoer. Dus, ik hoop dat de man tekent ter harte en dat binnen 2 of 3 dagen NVB kan beginnen te rijden. Hey, thanks voor de gelegenheid. Oké, dank u wel. Kijk, openbaar vervoer moet weer op gang komen, dat weten we. En die man heeft inderdaad gelijk. NVB is van de overheid. NVB huurt bussen van derden en heeft een deel bussen, maar huurt ook bussen die ingezet worden. Dus die overheid, en inderdaad, die man heeft gelijk. De overheid kan beginnen wat zij heeft. Begin met wat je hebt. Kijk, die bussen die wij hebben, kan maximaal 7 tot 8 mensen nemen in een COVID-situatie. Want deze bussen hadden nooit gerekend. En wij hadden er ook nooit op gerekend. Laten we dat ook eerlijk zeggen. Dat we in zo'n situatie ooit zouden belanden. Onze bussen nemen 24 tot 25 personen. Daarvoor zijn die bussen. En dat kunnen we niet meer doen naar de nieuwe omstandigheden. Dus we hadden er niet op gerekend. Dus zou je mensen in die gebruikelijke bussen willen vervoeren, dan kan je maximum 7 tot 8 mensen erin zetten. Dus dat is geen rocket science. Oké, dat is 1. Maar 2, dat betekent dat die man, uitgaande van particuliere PLO, relatief veel minder gaat verdienen. Dus hij gaat dan tegen je zeggen, ja, maar wie gaat het verschil betalen van die stoelen? Want hij gaat met lege stoelen rijden. Hè? Een bus gaat met het aantal stoelen die je moet kunnen vullen. En het aantal stoelen dat je vult, geeft je een bepaalde omzet voor de rest van de dag. Zo wordt het normaal berekend. Dus dan gaat hij je wel zeggen, maar met 7 mensen, dan flik ik het niet in mijn kosten. Maar ik wil wel rijden, maar wie gaat het verschil betalen? En daar gaat dan die discussie beginnen. Moet die passagier het verschil betalen? Of gaat die overheid komen met een additionele subsidie voor het verschil naar die bussen toe? En dat is het probleem. En verder, hoe je mensen in die bussen kan krijgen, dat kan je structureren. Dat is een stukje organisatie, waaraan de PLO ook mee moet werken. En wie niet mee moet werken, die mag daar niet rijden, zo simpel als dat. Wie in overtreding gaat, wordt die vergunning gewoon door Luuk ingetrokken. Strenge maatregelen. Maar je gaat ook wel goede mensen hebben die zich aan de regels gaan houden. Dan moet je met die goede mensen doorwerken. Maar het komt erop neer, wie gaat het verschil betalen? Dat is het. En de rest kan je inkaderen met het COVID-team. Maar wat die meneer zegt, daar heeft hij geen ongelijk in.
Die overheid heeft al een instantie en dat is de NVB. En met die kan je wel beginnen. Met die kan je wel beginnen, omdat de kosten van jou zijn, voor jezelf zijn. Die kosten zijn niet extern, die kosten zijn voor jou. Als je het maakt. Je keert het niet uit aan een derde, dus je boekt het in je eigen boeken in. Dus dat is wel een oplossing om mee te beginnen in afwachting van de PLO. De PLO wil wel rijden, maar de PLO moet ook met een model komen. Uiteraard, de PLO begint ook. Kan ze geen ongelijk geven, waar zijn mijn achterstallige gelden? Maar die overheid heeft schulden gelaten. Ze willen vaak, het is altijd zo dat bij een onderhandeling, om door te gaan, willen ze eerst praten over het achterstallige, voor je het voortzet. Maar die bussen gaan maar 7-8 mensen kunnen nemen. En binnen dat kader moeten ze gaan praten. Binnen dat kader moeten ze gaan praten. En als je het hebt en je hebt het besluit, het kan wel, het bedrag, dat hebben we afgesproken, dat kan wel. Hoe gaan we het organiseren? Dat de mensen met een goede controle wel in die bus stappen. Hoe ga je dat doen? Dat moet ingekaderd worden. En daar moet een stukje discipline komen. Zowel van die buschauffeur, de bushouder, de vergunninghouder. Hè? En niet de buschauffeur, want vaak is de buschauffeur niet de vergunninghouder. Van de vergunninghouder, want dat is zijn plicht. Hij is vergunninghouder, hij is verantwoordelijk voor die bus en niet de buschauffeur. En dat stukje verantwoordelijkheid moet daarin gekaderd worden. En dat is wel een klein beetje lastig, want niet iedereen wil luisteren. Dat zijn nieuwe omstandigheden. Zeg tegen iemand morgenochtend, we gaan vanaf morgen het werk anders doen. We kunnen het werk niet meer normaal doen. En als je 10 mensen in die klas hebt, dan is de kans er dik in dat 7 zeggen, prima, ik kan meegaan met de denkwijze. Ik kan meegaan met die uitleg. Ik begrijp het. Ik begrijp de uiteenzetting ook. Maar je gaat 3 mensen altijd hebben die op de rem gaan trappen. Niet iedereen wil meegaan met verandering. En die gaan op de rem trappen. En die gaan moeilijk doen. Die gaan stress aanleveren. Die gaan altijd een pietlulligheid vinden waarom het niet kan. In plaats van om te denken waarom het wel moet kunnen. Schuif die 3 mensen en ga door met die 7 mensen. Schuif die 3 mensen. Want niet iedereen wil verandering hebben. Maar we hebben geen keus. Meer na keus doen. Noem maar na keus. Je blijft vaarlijk, zat keus hebben. Nou, ja, dit, je gaat kies virus. We hebben geen keus. Ik ben straks weer terug met meer Rashid Pierkans Kalajerkul. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kalajerkul, dit is de aflevering voor woensdag 29 juli 2020. Ik ben Farid Pierkan en ik presenteer u deze aflevering van Kalajerkul. Er is een conflict ontstaan tussen de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, en de autoriteit, de authority, CASA's. CASA's is een authority die ervoor onder andere moet zorg dragen dat vliegtuigen gekeurd worden, om het populair te zeggen, gekeurd worden, zoals een voertuig wordt gekeurd. Moet CASA's vliegtuigen keuren en daar, of zo je wil, certificeren. Ik noem het voor het gemak keuren. En de SLM heeft een Boeing geleased sinds het afgelopen jaar. In juli 2019 hebben ze een Boeing geleased, een Boeing 777. En zij hadden verwacht dat de procedure voor, om het populair te zeggen, het keuren van deze kist, / certificeren van deze kist, zo'n pakweg 3 tot 6 maanden zou duren. Het blijkt dat die procedure ellenlang duurt en het wordt maar niet afgerond. Het gevaar hierin zit dat die SLM 777, Boeing 777, dat hij niet vliegt, maar je betaalt wel de huurkosten. Ik ga er gevoelig van uit dat de huurkosten door worden betaald. Het is net een huis die je huurt, of je het nou bewoont of niet bewoont, de huurkosten gaan door, de lasten gaan door. Dus de SLM'ers maken zich enorm zorgen over hun bestaanszekerheid, omdat een deel van het personeel omgeschoold is geworden om intussen deze vliegtuig te kunnen bedienen, als ook het aan boord zijnde personeel bekend te zijn als de steward en de stewardessen, die zijn al getraind. En zij hebben dan geen werk, want ze zitten thuis. En u weet, er zijn minimale vluchten en het personeel zit thuis en ze worden doorbetaald en ze willen werken. Maar zij gaan er gevoel van, als deze kist de lucht niet in kan en niet mag, vanwege het feit dat de organisatie die voor de certificering / keuring moet zorg dragen, volgens hun de zaken traineert, zo wilt vertraagt,
dat ook hun banen in gevaar komen hiervoor. Men praat over pakweg 300 gezinnen. Nu is de vraag, waar kan de overheid in bemoeien? CASAS is een authority waarin de staat geen bemoeienis in mag en kan hebben. Want mocht CASAS, en ik ken het geschil niet of er een intern geschil is tussen SLM en CASAS, of er persoonlijke geschillen zijn tussen mensen, of CASAS organisatiestructuur te zwak is dat ze niet kunnen werken, want dat kan ook dat ze die manpower niet hebben, ze hebben de skills niet om het meer te doen, en doordat ze het niet meer kunnen doen, dan krijg je vertraging met allerlei kletsverhalen, en dan heeft SLM de nadeel, dus dat zaakje laat ik in het midden. Maar mocht CASAS haar werk goed doen, daarvan ga ik gevoelig van uit, dan moet ze wel geen enkele procedure overslaan, want iedere schroefje, iedere washer, om het populair truc in een kist, moet gekeurd worden, moet gecertificeerd worden, de papieren moeten goed gecontroleerd worden. Maar het is wel opmerkelijk dat het zo lang duurt, laten we eerlijk zijn. Het is opmerkelijk dat het zo lang duurt. En dan moeten wij wel gaan kijken, niet naar de SLM, maar wel kijken of die management van CASA's wel de capaciteiten hebben om dit werk te kunnen doen. Want het kan ook een capacity probleem zijn intern. Dat kan ook, maar dat komt niet naar buiten, omdat je niet mag bemoeien. Want die overheid moet gaan kijken, want die overheid mag niet bemoeien, maar die overheid bemoeit wel, benoemt wel de raad van toezichten binnen die authority. Dat benoemt die overheid wel. Dus die overheid inbreng is binnen de raad van toezichten binnen die organisatie. Wat zijn die knelpunten? Is het werkelijk een probleem van de stukken en de documenten zijn nog niet correct? Is het een probleem dat CASAS op zichzelf een intern managementprobleem heeft? Waar schort het precies aan? Want intussen worden de kosten betaald. Bij het huren van deze kist, populair in het Engels zeggen ze het is een lease kist, was er ook al een geschil bij de SLM, waarbij de voormalige directie, onder leiding van Lau, niet letterlijk Lau, maar hij heet Lau, okay, niet Surinaams, Lau Amal Lau, maar hij heet Lau, dat hij voorstander was voor het aanschaffen van een Airbus. En toen is er daar een situatie ontstaan tussen regeringsautoriteiten die zijn gaan bemoeien in het beleid van de SLM en de directie van de SLM. En men heeft toen besloten om te zeggen, nee, we gaan niet door met die Airbus, die deal van die Airbus, maar we gaan overschakelen naar een Boeing 777. Wat er wel was, dat al die mensen van de SLM reeds getraind waren voor die Airbus, omdat ze vlogen al die tijd al met een Airbus. Dus wanneer je moet omschakelen naar een ander model kist, van een ander merk, een andere bouwstructuur, een ander manual, moeten de mensen omscholing krijgen. Zouden ze bij die Airbus doorgaan, dan zou die bijscholing sneller gaan en ook goedkoper kosten. Want u moet zich niet vergissen, het bijscholen, het trainen, dat kost geld, hè? En daarvoor moeten ze naar het buitenlandvak gaan om die training te krijgen. Maar men heeft toen vanwege besluiten intern gezegd, oké, we gaan niet met die Airbus en C, we gaan met die Boeing 777. En die Boeing 777 die staat nog steeds aan de grond vanwege een geschil tussen SLM en CASAS. U bent in de uitzending, goedenavond. Goedenavond. Ik net praat over de Carolinabrug. En ik mag u zeggen wat betreft de Carolinabrug. Ik ben zelfstructuur technisch. En die Carolinabrug is of was te herstellen. In Nederland overspannen ze als er een stramien eruit valt. Overspant men bruggen van 100 tot 150 meter gewoon met een ligger eroverheen. Dus ik vind het jammer dat men, of ik weet eigenlijk waar het een beetje aan liggen heeft, dat men die brug niet hersteld heeft, want die brug kan hersteld worden. Tot nu toe kan die brug nog hersteld worden. Er zijn een paar straminen uitgevallen. Je hebt nu de sneeuwstroktechnieken heb je nu. Je kan precies die dingen, ik hoorde een gegeven moment de mensen zeggen van, ja, die dingen zijn gemaakt op tandenstokers en dergelijke dingen. Meneer, infrarood kan men precies meten als die palen kapot zijn of niet. Men kan rekenen nog, toch steeds nu rekenen, welke belasting erop kan gaan. Misschien kunnen er geen zware vrachtwagenauto's erop gaan. Maar er kunnen misschien personenauto's, dus ze kunnen gewoon eroverheen gaan. Het was natuurlijk niet interessant om het te repareren. Omdat de grootste hap waarop gemaakt werd, reeds uitgegeven is. Want bij elke overheidsaanbesteding of wat dan ook, wordt er flink geld verdiend.
Een brug bij wijze van spreken, die bruggen van bijvoorbeeld van Ballastree en van de, over de Feyenoordbrug. Nou, in Nederland hadden ze 6 bruggen van, of 4 bruggen hadden ze gebouwd van hetzelfde kaliber van de prijs die betaald is. De weg van de Afobakka, of de snelweg die gebouwd is, daarvoor hadden we snelwegen gebouwd of zo. Dat weet ik alles van. Dat mag je van mij aannemen. Er is een nieuwe brug gebouwd, omdat het dan interessant is om daar het geld te maken. Want bij elke overheidsaanbesteding dat getekend wordt, moet de overheid direct 15% betalen aan minister of wie dan ook, om dan voor die aanbesteding. Dus het is niet interessant om een nieuwe brug te bouwen. Mijn neem van mij aan, die brug is te herstellen, want het is een vrij robuuste brug die gebouwd is. Ik ben zelf langs geweest en eigenlijk dacht ik van, nou ja, dit is gewoon weggegooid geld. Dus daarom weet ik over die brug hebben. Oké. Okay. Ik had even nog wat. Ja, gaat u gang. U had vorige week had het over dat van meneer Noosalim, dat die kolder uitklaarde. En ik dacht, waarom zo ruw? Tot ik zelf dat interview geluisterd en dacht ik van ja, inderdaad heeft die ouder uitgekraald, die meneer Noosalim. Want op een gegeven moment heb je met jouw eigen kinderen over een trein beschikken, dat je niet iets gaat vragen van oh, waar mag dit nooit wat je precies zitten. Dat alleen doet mij aan denken van dit klopt niet. Maar wat ik zelf ook als uitspraak deed, dat vond ik ook een mooie, en daar is één wat ik altijd mee bezig heb gehouden, is dat ik zei, die enkele regering die ooit is een vastgelegd waarvoor dat terrein gebeurde, wat eigenlijk de doel van het terrein. Niemand heeft het gedaan. En inderdaad, geen enkele regering houdt zich bezig met daadwerkelijk het ministerie van regionale ontwikkeling, grond en bossen, ROGB. Men houdt zich alleen maar bezig met het uitgiften van terreinen. Nog op politieke podia staan er nog ministers die zeggen, ik heb in mijn zittingsperiode 40.000 beschikkingen getekend. Kijk, als ik een calculatie maak voor iemand die 40.000 beschikkingen tekent, aangaand van een werktijd van 8 uur en een werkweek van 5 dagen en dat uitrekent over een heel jaar, dan heeft deze man niks anders gedaan dan alleen maar gewoon beschikkingen tekenen en dan nog zou je nog geen 40.000 kunnen halen. Dus hij heeft zeker nog een aantal stapel mee naar huis of zo. Waarom houdt een minister zich alleen maar bezig met gronduitgifte en niet met het ordenen van het grond- en bosbeheer dat ook voorkomt in de taken van de minister van regionale ontwikkeling, grond- en bosbeheer? Men moet daarmee afstappen. Als er een industrieel terrein moet komen waar alle supermarkten moeten komen, dan wijst dat terrein aan en een beschikking uit dat daarvoor bedoeld is. Als er ergens moet komen waar er boten moeten aanmeren, schrijf een terrein uit, zeg dat. Dat gaan wij zo ordenen, waardoor er een duidelijk beeld is wat er met de trainer gebeurd moet worden. Dat doet geen enkele minister, dus ik hoop dat de nieuwe minister dit ter harte zal nemen, omdat werkelijk ook regionale ontwikkeling grosbaar in de ruimste zin des woord gaat uitvoeren binnen hun taakbeperking. Dank u. Oké, dank u wel. Ten aanzien van die brug, daar kan ik alleen maar onderschrijven van wat die meneer heeft gezegd. Kan ik alleen maar onderschrijven van aanzien van grond. Een minister moet zich niet bezighouden met gronduitgifte. Een minister moet zich bezighouden met beleid. Maar hier houden we ons bezig met die bootjes en die moertjes. Omdat in die bootjes en die moertjes, daar kan je flink in rommelen. Een minister moet zich niet bezighouden met gronduitgifte. Dat ding moet vastgelegd zijn en er moet een normale procedure zijn waarbij iedere burger op een normale beschaafde manier toegang voor heeft. En het apparaat moet zodanig ingesteld zijn dat het automatisme wordt. Dan al niet met indelingen van wat waar moet en waar het niet kan en waar het niet mag. Dus het is leuk om te rommelen. Daarom houdt de minister zich bezig. En daarom ging die regering toch, zelf een vicepresident van ons land, hield zich bezig met aardappelen en uien. Moet een vicepresident zich bezighouden met aardappelen en uien? Oké. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, Farid. Hoe gaat het? Alles goed? Ja, dank u wel. Heel mooi onderwerp wat je hebt aangehaald over de SLM. Inderdaad duurt het al vanaf december. Maar vooraf, dat ik iets wil zeggen. Wanneer je een vliegtuig leest, huurt in het buitenland, neem ik toch aan dat het bedrijf waar je gaat huren, toch geen vliegtuig aan je gaat verhuren die niet in goede staat is. Dat ding wordt technisch
helemaal nagekeken. Het wordt gekeurd in het land waar je het huurt. En wanneer dat vliegtuig vliegt naar Amsterdam, dan krijgt hij ook niet zomaar toestemming zonder papieren dat hij mag landen. Wanneer hij vliegt vanuit Amsterdam naar Paramaribo, dan gaan we over casa's praten. Ik zal je vertellen, Farid, dit is gewoon een politieke steun geweest. Men heeft geprobeerd de SLM kapot te maken, tot de grond gelijk te maken. Want er waren mensen die op de SLM af waren om de SLM over te nemen. Ik zal je vertellen, wat ik je nu zeg, mag je van me aannemen. En het is geen hooghartpraatje die al een probleem met jou heeft. Want hij heeft al een trauma van je, meneer Hooghart. Maar wat ik je nu ga vertellen, is iets wat niet zomaar uit mijn duim gezogen is. Dit is realiteit. Men heeft geprobeerd, men probeert de SLM vanaf december kapot te maken. En daarvoor ook, ik zou je vertellen, waar de meneer Robbie Lachmi zien daar. Toch? Waarom werden die vliegtuigen zo snel gecertificeerd? Ja, omdat hij met zijn vuist op tafel sloeg. Ja, en doordat er een politieke benoeming is geweest hier, en politiek mee bezig was met de SLM, ja, men dat ding heeft gelaten, maar dat ding werd te veel voor het personeel. En ze zijn eigenlijk te laat opgekomen. Want als je gaat, meneer, ex-directeur meneer Jasserum heeft ook ingespeeld en had ook problemen met de kassa's toe. Wanneer je mensen bij de kassa's zet die politiek gelieerd zijn en een bedrijf kapot willen maken, zie daar het resultaat. En waarom kan het nu dat binnen 2 weken die kist wel wordt gecertificeerd? Het is net wanneer je een auto gaat kopen bij een bedrijf of gaat huren. Die verhuurbedrijf gaat je toch geen auto geven die niet 100% in staat is? Ik bedoel, niemand gaat dat doen toch? En ik bedoel, wanneer iemand een vliegtuig gaat huren bij een grote concern, gaan er technische mensen mee. Het is niet zo uit de duim gezogen dat je zonder je technici niet gaat om naar die kist te kijken. Die kist wordt totaal nagekeken. Waarom is er een onderhoud? Waarom is er een C-check? Waarom is er een A-check? Want die kist wordt grondig nagekeken voordat hij de lucht in kan gaan. Dus het is een heel mooi onderwerp wat je hebt aangehaald. Ik denk dat er meer mensen zullen reageren. Maar dit is gewoon de realiteit. Men heeft geprobeerd de SLM kapot te maken. En ik hoop dat die trauma die je meneer Hooghart hebt bezorgd, dat hij dat heel snel mag meenemen. Want ik heb gisteravond heb ik hem gevolgd into the point. Nou Farid, ik zal je vertellen hoor. Ik snap niet dat, dat men zo iemand nog in beeld houdt. Want die man heeft een trauma van jou. Hij heeft een trauma van de witte man. En ik weet niet van wie hij meer een trauma heeft. Maar hij heeft een trauma van 300 jaar geleden. Hij gaat die trauma van mij blijven dat houden. Omdat ik de enige ben die hem antwoordt. Van je. Ik denk dat hij van jou gaat blijven houden, ja, want je bent hier in Suriname. Ja. Dus je kan hem antwoord geven. Ga een foto van me sturen. Nou ja, Hooghart laten we apart, want hij is kapot. Foto. Hij slaapt niet. Ja, ja, oké. Okay. Maar is goed. Fijne avond. Is goed, is goed. En een gezegende dag vrijdag. Ja, dank u wel. Dit is Kul Ajor Kul. Over mensen die gepasseerd zijn en in de tijd zijn blijven steken, maar zitten brabbelen en het verstand niet kunnen doorschuiven. Daar moet je tijd niet aan verliezen. Je gaat te veel investeren van datgene wat hier is, want we gebruiken maar een klein deel van ons brein en het overgrote deel gebruiken we niet. Het is niet in werking, toch? Dus je moet je energie goed kunnen benutten. Dit is Kul Ajor Kul. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. We zitten er iedere woensdagavond aan en we zitten er zaterdagochtend ook aan via RBN kanaal 5.1. En dat doen we al 25 jaar. Dat doen we al 25 jaar via Rapar Broadcasting Network, een uitzending die oorspronkelijk is begonnen op de radio. En later toen we televisievergunning voor kregen, dan hebben we die uitzending gekoppeld met de televisie en een crossover gemaakt tussen radio en televisie. Dit is Kul Ajor Kul. Wat gebeurt er nog meer in ons land? De mensen van de regionale dienst die hebben een mededeling gekregen van de stichtingbestuur of van de waarnemend directeur van RGD, regionale gezondheidsdienst, dat ze hun geld niet gaan krijgen eind van de maand, omdat ze gewoon geen geld hebben. En dan natuurlijk, als iemand je morgenochtend zegt, hé, jij gaat geen geld krijgen, dan blijf je wel even stil. Want jij moet brood kopen, boter kopen, je hebt je kosten, je hebt je lasten, die heb je. Dus dan blijf je even stil. Want dat is die mededeling die ze hebben gekregen.
met nog een zin erbij, heb begrip. Oké, wat koop ik met begrip? Een pondje suiker? Dus dan hebben ze gezegd, luister nou, die toren gaat niet doorgaan. Want als de directie tot morgen 12 uur geen uitsluitsel geeft over hoe ze hun centen gaan krijgen, dan zowel de RGD-artsen als de personeelsleden, dan gaan ze die tent sluiten. Dan gaan ze die tent sluiten en dat hebben ze ook nog gezegd. Daar gaan we ook geen dispensatie voor verlenen en ook niet in de districten gaan we diensten verlenen. En tot 12 uur hebben ze tijd om te zeggen, me want me money. Hoe erg de situatie ook mogen zijn, en de situatie is erg. Hoe erg de situatie ook mogen zijn, kan je mensen ook wel begrip vragen. Maar de vraagstelling, hoeveel rek hebben ze in begrip die je vraagt? Hoeveel rek zit er in die elastiek van mensen? Kunnen ze zeggen, ik wil 2 weken wachten? Of gaan ze zeggen, ik ga 6 jaar laten wachten? Dus begrip is ook zo ruim om te weten hoeveel rek. En de rek verschilt per groepering. De een kan zeggen, ik kan 2 weken even wachten. Maar de andere mensen zeggen, ik kan gewoon niet wachten. Want ik heb die veerkracht niet in mijn leven. En dat is het verhaal van de regionale gezondheidsdienst. Een organisatie die wreed goed draaide, tot ze er een potje van hebben gemaakt. U bent in de uitzending. Hi, goedenavond, Philippe. Goedenavond. Ik heb even opmerking met betrekking tot die cultuurtuin kwestie. Want ik heb meneer Boutense vandaag horen praten en zeggen dat de minister de verkeerde plaats heeft gebruikt. Ja, want dat is namelijk een plaats die je kan bereiken via de zuidelijke ringweg. Dat heeft hij gezegd. En hij heeft opdracht gegeven om het te verkavelen. De heer Boutense. En daar is meneer Noor Salim de fout in gegaan om een verkeerde plaats te gebruiken dan in feite. Dan in feite hij zou moeten gebruiken. Dat heeft de heer Boutense vandaag gezegd op de televisie in de branding, dacht ik. Dus je ziet hoe dingen gaan. De man op kaart af aan pressie. Dat de man takkie. En toch je gewoon een verkeerde pressie. Dat betekent jouw deskundige daar. Op het ministerie hebben jou het bos ingestuurd om je hoofd te stoten. En dat heeft hij gedaan. Oké. En de gevolgen zijn daar. Maar goed, dat is één. Meneer Vierkan, ik ben naar Nikeri geweest gisteren. En ik heb gemerkt dat bij Tali alle asfalteerwerkzaamheden die hij uitvoerde stop heeft gezet. Maar wat hij wel doet is dat hij die kleine gaatjes plomberen. Maar dat vind ik vind het erg, want grote delen van de Oost-West-verbinding had hij het oude asfalt weggehaald. En de stof. Het zwaaien, opwaaien van het stof is verschrikkelijk. Dus ik vraag mijn gemoed af wanneer ze weer gaan beginnen. Wat de zaak weer op te pakken. Want ik heb begrepen, bij Tali heeft het stopgezet vanwege geen betaling. Dat is wat ik heb begrepen. Is maar goed, goed, dat heb ik willen meegeven. Ja, dank u wel. Dit is Kul Ajor Kul. Dat meneer Boutense is komen uitleggen, dat is leuk, is aardig, maar het boeit niet. De strekking van het verhaal is, ongeacht waar je een terrein zou weggeven, hoe kan je het flikken vlak voor de verkiezing? Ik denk, je moet ook naar die timeline kijken. Dat je nu komt zeggen, ja, is een verkeerde plaats. Dus, met andere woorden, het is nog niet erg, alleen is het de verkeerde plaats. Begrijp je wat ik bedoel? Is niet erg, maar alleen is het de verkeerde plaats. Dat boeit niet. Het is een paar dagen voor de verkiezing gebeurd. Daar zit die lupa erin. Begrijp je wat ik bedoel? En als het de verkeerde plaats is, dan moeten ze die landmeter aanspreken. Ik weet het niet. Maar ze proberen hoogwaarschijnlijk hun eigen rommel goed te bepraten. Omdat die gemeenschap breed gechoqueerd. Ik ben benieuwd hoe ze welke passie gaan goed praten. Palmetuin. Palmetuin. Oh my god. Oh. Wat gaan ze zeggen? Het was niet de bedoeling om het in een stichting te zetten. Maar die stichting is een tussenfase.
om het in de boezem van de staat te brengen. Kondremi, Branda. Jongens, ik zeg het u, wat er moet simpel gebeuren. Chan Santoki heeft de druk met andere zaken dan achter computers aan te zitten. Hij heeft de drukker met andere zaken. 1. Hij moet het financieel systeem zo snel als mogelijk in gareel brengen. Hij moet COVID bestrijden, want dat is moorden dodelijk voor iedereen, inclusief mezelf. Dus hij moet gewoon een team installeren met goed geselecteerde mensen, hoor. En disciplines. En die mensen een taakomschrijving geven. En een deadline geven. Maar dedicated mensen. En niet Jan en Pietje Puk. Jan en Pietje Puk. Omdat je in die commissie moet. Dan je vindt, wat je money, wat is er in een commissie? No. Ga wandelen. Ga even wandelen om de hoek, dan kom je terug. Nee, en dat kan. Interdepartementale commissie. De beste mensen uit de departementen. Die kennis hebben van zaken. Aangevuld eventueel met mensen die andere skills hebben. Die de departementen niet hebben. Aangevuld met externe mensen van buiten. Installeer ze. Geef ze vergaande bevoegdheden. Om in te breken in dat systeem. Want je moet kunnen inbreken in een systeem. In feite moet je een opsporingsbevoegdheid krijgen. Niks meer. Je moet een opsporingsbevoegdheid krijgen. Desnoods aangevuld met een officier van justitie. Aangevuld met een officier. Vergaan en een scan doen over die ministeries. We doen dan voor de time being een quick scan. Dat je snelle overzicht hebt in 3 tot 4 maanden. Om dan een langtermijn scanning verder te doen. Je gaat een quick scan moeten doen. Daar moet je een team voor hebben. Jaag ze erop los, man. En zet die minister, want die minister kan zich niet bezighouden. Die minister moet andere dingen gaan doen. En dan moet die minister nou gaan kijken. Was er een PC daar? Was er een telefoon daar? Was er een rol toiletpapier in die andere kant? Niet toch? Team, inkaderen, juiste mensen, loyale mensen, houden van de staat, houden van het land, die weten, ik moet iets kunnen doen. En dan moet je ze gaan laten jagen. Dan laat je ze jagen. Maar met bevoegdheden. Want een commissie installeren zonder bevoegdheden, dat gaat niet werken. Omdat wanneer een commissie zegt aan het ministerie, want je weet, die overheid is omslachtig toch? Want als je bella man, is op samen meteen. Hij stuur het op papier voor me. Je bent niet schrijven. Beste Linda, ik had je gebeld gisteren. Dat is een briefje door. Via bode agenda in. En vis a door naar een wiki of a lassie naar 3 wiki. Want dat kan lassie. Toch? Dan niks nog happen. Want de commissie kan alleen vragen. Ze hoeven het niet aan die commissie te geven. Ze zeggen, show er me erop. En die mannen vertragen dat hele systeem voor je. Dus je moet een model maken dat de bevoegdheden heeft. Dat je mag inbreken. Je moet kunnen inbreken. Binnen de departementen. Dayoshi Tori. Dayoshi film. En tussen ga je door met het land. Je gaat door met het land, want je hebt een specifiek. Dan ga je door met wat je moet doen. En er is vreed veel te doen. Belangrijk is, financiële ordening moet komen. Want er is geen geld. Je kan lokaal geld hebben, maar er is geen foreign exchange. Er is geen vreemd geld. En een land heeft vreemd geld nodig. Houd dat vast. Een land heeft primair vreemd geld nodig om haar goederen die zij importeert uit het buitenland en diensten te kunnen betalen, zodat we die sardienblik die we kopen ook kunnen betalen, want dat wordt met deviezen betaald. Dus je moet ordening daar brengen. Je moet gaan herschikken, je moet gaan herprofileren, je moet met iedereen weer gaan praten. Dat is een hele missie. Dat is een hele missie op zichzelf. En tegelijkertijd, dan moet je met COVID werken. Want brada, COVID is kieroenu. Ik bedoel niet letterlijk, maar je weet wat ik bedoel toch. Dat moet je ook nog gaan bestrijden. Dat zijn de 2 belangrijkste elementen die ze voorlopig spoed moeten doen. En daarna heeft Marie Lievens hoor, met liefde zeg ik Marie op onderwijs, heeft alleen hoofdpijn, want ze moet die school openen. Scorobus op, hoor. Want we moeten die kinderen weer naar school kunnen brengen. En dat is weer een hele missie op zichzelf. En tegelijkertijd met die schoolopening, in aanvulling wat een luisteraar hier heeft gezegd, moeten die bussen ook rijden. Want je kan die school niet openen en dat kind heeft geen transport. Dus een aantal dingen gaan simultaan moeten gaan. En dan moeten we wel mensen hebben die een beetje creatief kunnen denken.
en toch in een gecontroleerde situatie dingen kunnen uitvoeren. Want je hoeft niet veel te doen. Doe liever weinig, maar controle en het is uitvoerbaar. In plaats van dat je 100 dingen wil doen en waarvan je 99 toch niet kan. En maar aan het eind 1 hebt gedaan. Dat is een hele missie. Hele missie. En die ambtenaren die dat moeten doen, want ambtenaren moeten het doen, hè. Die mannen moeten een omslag krijgen, total omslag. Want ze zijn ook gewend met business as usual. Daily operation. Business as usual, daily. Het is geen daily operation meer, het is geen business as usual. Niets is, want dus die omslag moet. En dat is ook lastig. Het is makkelijk gezegd, oké, morgen doen we dit en dit. Ja, oké. Hoeveel mensen hebben je begrepen? Hoeveel mensen snappen wat je bedoelt? Hoeveel mensen zeggen, ja, maar waarom moet ik het nou doen? Maar COVID gaat morgen weg. Dus waarom moet ik me haasten? Het is heel omslachtig om mensen te kunnen overtuigen in iets anders doen. Iets nieuws doen, iets aangepast doen. En dat is niet gemakkelijk. Laat me zeggen, het is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk, ook ik maak het mee om mensen uit te leggen. Hey, ons lief is anders. Ik zie dat een groot deel het heeft begrepen. Maar een of twee begrijpen niet, dan klappen ze dicht. Maar die gaan dan weg. Maar de rest gaat door, hè. Want life is not the same anymore. Heb je het intussen niet door? Life is. Hoe lang ben je naar een feestje gegaan? Hoe lang ben je naar gaan chillen? Hoe lang ben je naar Cola Creek gegaan? Hoe lang heb je nog wat blakke water? Hoe lang heb je nog wat krakken? Hoe lang heb je nog wat republiek? Hoe lang heb je nog wat saramaka, koirigo, tekwa, tuirigo, tekwa, fatu? Wanneer was het voor het laatst dat er een huwelijksfeest was? Wanneer was het voor het laatst dat er een nota was? Ik sprak vandaag met een aantal vrouwen. Ik was op een jaardag. COVID-style, hè? Hoe heet COVID-style? Beperkt aantal mensen. En die vrouw vertelde me, maar wat moet ik met al mijn kleren doen? Ik heb mijn kleren in de kast en ik kan niet meer uit. We kunnen nergens gaan. Het krijgt alleen schimmel en spinnenweb. Ik zeg tegen die vrouw, oké. Als je 's morgens opstaat en je moet niet werken toevallig, draag je mooiste kleren in je huis. Put je make-up, weer die mooie crossie. Tenminste heb je het aan. Toch? Want er komt geen verandering. Want men hoopt dat ze ooit dat ding wil kunnen aantrekken en dat ons leven weer normaal gaat worden. Men hoopt, ik hoop het ook. Maar hoop is uitgestelde teleurstelling. Is uitgestelde teleurstelling. Want het hoeft nooit te veranderen. Dan wat doen we dan? Gaan we wachten? Dus het is heel moeilijk voor iedereen. Ook voor mezelf. Ik ben geen uitzondering. En we worden allemaal een beetje dikker. Mensen die tenminste aanleg hebben. Want niet iedereen heeft aanleg. Ik ook. Mijn oppo, hier ben je vadong. En we gaan naar mijn kitty. Mijn kitty, bij wijze van spreken. We hebben weinig beweging. We kunnen niet meer echt. We hebben weinig beweging. Ik zou niet zeggen alle mensen. Je hebt uitzonderingsgevallen die zich wel bij de maat houden. Die zich goed houden, die zich ook goed onderhouden. Die ook discipline hebben, want je moet ook discipline hebben. En ook waarschijnlijk heb ik minder discipline wat dit ingaat. Want ik ben ook niet anders goed. Die zeggen, hier die mee aan. Maar dat is even zangai. Dus mijn oma, opo, hier ben je van doen. Maar je weet wat ik bedoel, ik probeer met een beetje humor. Dus gezondheid gaat ook inslaan op ons. Gaat ons parten spelen. Andersoortige gezondheidsproblemen gaat ons parten spelen. Geen COVID-probleem, andersoortige. Life is not the same. We have to adjust down the road. En dan moeten we ergens een middenweg vinden. Iedereen op zijn eigen manier. Iedereen op zijn eigen manier, op zijn eigen niveau, binnen zijn eigen verantwoordelijkheid. Hiermee groet ik u voor deze aflevering van Rashid Pirkans Kalajorkal. En inshallah ben ik er weer zaterdag met een nieuwe aflevering via RBN TV kanaal 5.1. Ik wens u een goede Eid al-Adha toe. En ik wens u allemaal een Eid Mubarak toe voor vrijdag 31 juli. Ram Ram Namaskar, goede havis. Assalamu alaikum, dit was Farid Pirkan voor Rashid Pirkans Kalajorkal. Dag.